Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Mario Galaxy video, waarin we naar een nieuwe galaxy gaan. En dat is... Honey Climb Galaxy. We spelen de laatste tijd superveel Mario Galaxy, maar binnenkort komt ook Pokémon The Crown Tundra uit voor Pokémon Sword and Shield. En Pikmin 3 Deluxe. Doe even een blauw duimpje omhoog als je dat wil zien, jongens. Want ik ben heel benieuwd of jullie mij ook andere games willen zien spelen dan Mario. Ja, en natuurlijk willen jullie mij Pokémon zien spelen, toch? Of niet? Doe een blauw duimpje omhoog als je Pokémon wilt op dit kanaal. Maar voor nu gaan we even door met Mario Galaxy. Want we moeten even... Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Oh, moeten we even goed zoomen? Oeh, dat ging nu al bijna fout. Oké, we gaan even daar naartoe. Ja, oké, ja. Oh, oh. Oh, we moeten precies landen op het goede stukje. Dat is zo makkelijk nog niet, trouwens. Dit is niet heel makkelijk, hoor. Oké, nu moet ik echt best wel ver gaan vliegen, wou ik zeggen. Maar dat hoeft niet per se, want deze honingraadstukjes, die gaan gewoon even lekker zo, zodat wij dit makkelijk kunnen doen. Super chill. Hoppakee. Oké, ik krijg het gevoel te pakken, jongens. Ik begin het gevoel te krijgen. Ik ga gewoon gelijk even deze ster pakken. En dan ga ik wel even kijken waar deze ster me naartoe schiet. Holy moly. Kijk al die freaking starbits. Nice. Oké, we moeten uitkijken voor die gehaktballen die er uit de lucht komen vallen. Ik hou wel van gehakt, maar ik wil geen gehaktbal op mijn bakken. Dus dat vind ik toch niet zo chill. Oh, wacht even. Ik denk dat ik gewoon zo ga vliegen. Juist. 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 Oh, nog meer gehaktballen. Wow. Hier ga je echt snel kapot. Oké, dit stukje is nog niet zo'n probleem. Maar dit stukje... Oké, kom maar. Kom maar, Mario. Ja, doe maar hier. Ga maar. Nice. Oké. Oké, nu vallen ze dus met 3 gehaktballen achter elkaar. Dat betekent dat je eigenlijk in 1 keer door moet, voor mijn gevoel. Oh, 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 pak hem vast. Lekker. Ja, ja. Oh, nee, nee. Oké, hier is een ster, hier is een ster. Ik pakte gewoon die ster, jongen. Ik wou gewoon gelijk door. Oh, oh, hier zijn monsters. Oké, wow, ik was hem net te snel af, jongen. Maar echt maar net, hoor. Oké, kijk ze losgaan, kijk ze losgaan. Oké, wegwezen, Mario. Pak die, ja, pak hem. Nee, pak hem, pak hem. Nee, nee. Oh. Ah, ik val precies op de goede plek. Oké, dit was lucky. Oké, op het moment dat die beesten gaan bewegen, dan moet ik eigenlijk beginnen met vliegen. Ik denk dat het zo ongeveer moet gaan. Dus nu moet ik beginnen met vliegen. Ik kan nu rustig deze pakken. Dan kan ik nu hier naartoe. Oh, 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 oh. Hij gaat gewoon rechtdoor, joh. Oh, hij gaat gewoon rechtdoor. Ik kan wel even dit uppie hier zo versieren. En dan gaan we rustig deze kant op. Oké, pak hem, pak hem. Ja, deze timing was lekker. Heerlijk, heerlijk. Nu hierop. Nice. Starbits pakken daarboven. En dan kunnen we rustig gaan zo naar boven. Pas op voor die grote gasten, Mario. Oh, die moeten me niet zien, denk ik. Ah, en ik ga gewoon recht voor zijn hoofd. Nice. Bijna. Pak de ster. Ja. Lekker, man. Superleuk level. Best wel moeilijk. Maar ik hou wel van een klein beetje moeilijke levels. Nu moet ik nog 13 sterren. Kijk maar. En in de vorige aflevering eindigde ik op 15 sterren die ik nog moest verzamelen. Ik moest dus iemand 1 level laten zien. Toen heb ik per ongeluk een ster gepakt. En toen heb ik hem gesaved. Dus die ene ster, die kan ik jullie niet meer laten zien. Sorry. Maar dat maakt niet uit, joh. Ik kan jullie nog genoeg sterren laten zien. Sowieso hier in deze dome. Oeh, kijk eens. Ik kan hier de Bowser level gaan doen. Yeah, let's go. Bowser Jr.'s lava reactor. Nou, ik ga je pakken, Bowser. Let's go, let's do this. Ik heb hier zin in om Bowser Jr. even een pak slaag te geven. King Caliente's spicy return. Oh nee, King Caliente is terug. Hij maakt gewoon even zijn comeback. Oh nee, oh wow. Wow. Oké, waar gaan we helemaal naartoe? Oh, oké dan. Dit wordt dan een lastig leveltje, denk ik zo, jongens. Ik moet richting de Goomba springen. En dan moet ik de Goomba's even slopen. Zo. Oef, dat ging nu al bijna fout. Waar moet ik naartoe, jongens? Waar moet ik helemaal naartoe? Hier naartoe, denk ik? Op dit kleine platformpie? Zo, en dan... Ja, ik denk dat we goed gaan. Dan moet ik nu hier naartoe springen. Oh, oh, oh. Schop hem, Mario. Nice. Maak hem kapot. En hoppakee. Oh, oh.
Nee! Oh, snap. Oh, maar ik zie dit toch helemaal niet, jongens. Ik zie dit toch helemaal niet. Oké, ik denk dat ik naar die uppie ga springen. Oké, ik hoor hem. Ik hoor Bullet Bill. En dan op deze manier hier naartoe springen. Ja, kijk, dit lukt. Nice. Oké, uppie te pakken. Als we nu kapot gaan, dan hebben we in ieder geval dat uppie. Spring ik weer daar naartoe. Yes. Ik weet alleen niet zo goed waar ik dan naartoe moet. Oh, ik hoor Bill alweer. Bill is alweer van de partij. Oh, ik had even moeten kijken waarnaar we... Oh, we moeten daar naartoe. Hé, hey, maar Bill, je was te laat, man. Kom eens. Kom eens. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar. Kom maar achter mij aan. Heel goed. Kom maar achter mij aan. Oh, kom nog maar achter mij aan. Ja, 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 ja. Nice. Lekker. Zo doen we dit. Hoppakee. Dit hebben we alvast gedaan. Oké, en nu. En nu, en nu, en nu, en nu. Ik denk dat deze platformpjes onder mij vandaan verdwijnen. Of moet ik gewoon uitkijken... Ja, kijk, zie je. Die verdwijnen soort van onder mij vandaan. Nice. Ik heb deze paddenstoel te pakken. En nu? Wat gaan we nu doen? Ik weet niet wat we nu gaan doen. Moet ik die ballen terugslaan? Ik denk het wel. Ja, ja, ik denk dat ik deze meloenen terug moet slaan. Zo, op, oké. Ja, oké. Ik spring weer even terug. Oké, dat was nummertje 1. Die is kapot. Kom op, kom op. Oeh, die was net te hoog voor mij. Ja, nice. En nummertje 2 is ook kapot. En dan hebben we ook weer de ster te pakken. Kijk, we gaan goed. We gaan keihard. We gaan heel goed. Hier hou ik van, jongens. Dit is het tempo wat we erin moeten gooien. Ik denk dat we nu gelijk op zo'n platform terechtkomen. Ah, nee! Oh nee, we moeten hier Bowser dus gaan battelen. Bowser Jr. zegt, als ik nog meer van die Grand Stars weggeef, dan wordt mijn vader zo boos. Dit is mijn ultieme wapen. King Caliente, maar dan uit de vulkaan. En we hebben letterlijk geen plekjes om stil te staan. Oké, hoe moesten we King Caliente ook alweer verslaan? Hoe ging dat ook alweer? Begon die ook met dingen te schieten? Volgens mij wel. Oh, dit is sowieso moeilijk. Dit gaat sowieso moeilijk zijn. Dan moet ik nu denk ik terugspringen en deze terug yeeten. Ja, nice. Oké, we hebben hem nu 1 keer geraakt. Ik kan hem nu denk ik nog wel een keertje raken. Ja, nice. Dit voelt echt net als Hexagon in Fortnite, jongens. Fortnite. Fortnite. Ik bedoel helemaal geen Fortnite. Ik bedoel Fall Guys. dit voelt als Hexagon in Fall Guys. Ah. En Hexagon won ik bijna nooit. Nou ja, ik heb 2 keer Hexagon gewonnen, jongens. 2 keer. Hopelijk gaan we dit in 1 keer fixen tegen King Caliente, die nu boos wordt. Nice. Kom maar, kom maar. Gooi maar even een meloentje of een dingetje. Weet ik veel, een kokosnoot is er, denk ik. Nice. Oké, moeten we een soort van serie neerzetten? Oh ja, ja, kijk, we moeten hem nog een keer... Oh, we moeten het achter elkaar doen. Dat maakt het nog even lastiger. Hij gaat nu vuurballen schieten. Als hij zichzelf oplaat of zo, dan gaat hij vuurballen schieten. Dus eigenlijk moet ik dit zo doen. En dan moet ik er nu hier naartoe springen. Nice. Oké, 2 keer achter elkaar geraakt. Waarschijnlijk moeten we het straks eens 3 keer achter elkaar doen. Dan moeten we hem 3 keer achter elkaar raken. Ik denk dat dat misschien hier wel kan. Op deze platformpjes aan deze kant. Ja, ja. Kom maar. Hoppakee. Ja, nice. Oh, we hoeven hem maar 2 keer te raken. Oké, top. Oké, maar nu is hij echt boos. Nu is hij boost. Oh, nu gaat hij gehaktballen gooien. Nee. Hou op met gehaktballen gooien. Dat is 1 en... Dit haal ik niet. Deze haal ik niet. Hou je gehaktballen bij je, vriend. Hou eens gewoon bij je. Hoppakee. Oh. Ja, hij bounced hem de hele tijd de verkeerde kant op. Potverdorie. En er zijn hier te veel van die kleine droekies. Oké, kom maar. Kom maar, kom maar. Kom maar. Kom maar, met je... kom maar, kom maar, kom maar. Nee, niet met die kleine droekies. Nee. 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 Oké, dit kan misschien. Dit kan misschien. Nice. Moeten we hem nog een keer raken? We moeten hem nog een keer raken. Maar dat kunnen wij ook. Hoppakee. 3 keer op zijn bakkeroni. Lekker. En we zijn geen 1 keer geraakt, jongens. We zijn geen 1 keer geraakt. Dit ging super lekker. Wat nice. Gewoon een clean sweep, man. Gewoon zonder geraakt te worden verpakken we deze baas. King Caliente. Hij heeft helemaal niks op ons. Want hier is een nieuwe Grand Star. Lekker, man. Zo doen we dit. Woehoe. Lekker gedaan, Mario. Nice. Hey, Rosalina. Ik heb er weer één, hoor. Ik heb er weer één. Hoppa. Oeh, en ja, nu heeft deze bol zo'n beetje de Rosalina-kleur. Dit begint er echt goed uit te zien. Met nog 12 sterretjes die we moeten verzamelen. Oh, en zie die sterren daar in de verte. Oh, wacht even.
Oké, we kunnen nu helemaal naar boven. En dat ziet er gewoon uit als Peach haar gebied of zo. Het was de roze kleur van Peach. Wow, we kunnen nu naar de Garden, waar ook weer twee nieuwe galaxies zijn, jongens. We hebben heel veel grote sterren teruggebracht. En het baken is bijna te fel om in te kijken. Als het observatorium weer werkt, dan kunnen we je naar het centrum van het universum brengen. En dan kunnen we Peach gaan vinden. We moeten nog een paar Power Stars. Oh, Rosalina, we zijn nu zo dichtbij, hè. We kunnen dit, hoor. We kunnen dit. We gaan dit doen. Laten we eens even gaan kijken in dat laatste stukje waar we naartoe kunnen. Hier staat ook een huisje. Wat is dit dan voor huisje? This is the gate. The gate naar wat? Wat is dit dan? Kan ik hier Starbits verzamelen of zo gewoon? Wat is hier allemaal te beleven, joh? Oh, daar staat Rosalina daarboven. Rosalina, wat ben je hier aan het doen dan? Is dit waar ik straks naartoe moet als we Peach gaan redden? Rosalina, wat doe je hier? Deze planeet, zegt Rosalina. Ik hou ervan. Ik kijk er altijd naar uit om deze planeet 1 keer in de 100 jaar elke keer te bezoeken. En de Luma's die met jou meereizen, die kunnen op een gegeven moment misschien ook wel een ster worden. Sommige Luma's worden planeten en andere worden kometen. En andere worden weer Power Stars. Ik reis met ze mee op zoek naar een plek waar ze herboren worden. Maar ik had nooit verwacht dat dit zou gebeuren. Oh, wat is er aan de hand? Deze Luma zegt... Oh, mijn moeder, die moet je wel echt vertrouwen. Nou, wat denk je hiervan? Pak alle 100 paarse muntjes... En dan heb ik... Oh, dan heb ik het vertrouwen van die Luma ook. Rode sterren, die hebben de kracht van de rode Luma's. Maar het mooie is... Oh, zij zorgen ervoor dat je kan vliegen nadat je in de lucht gewoon spint. Oké, en als we dit dus halen, dan kunnen we de kracht van de rode Luma blijkbaar ook op andere plekken gebruiken. Dus laten we dit gaan proberen. Oh, wacht, ik moet die sterpen. Oh, kijk, ik moet deze pakken. Aha. Oké, nu zijn we dus zo dat we kunnen gaan vliegen. Dus we moeten nu spinnen. Oké, wacht even hoor. Ja, oké. Dit is niet makkelijk. Dit is helemaal niet makkelijk. Oh, dit gaat even heel lang duren, denk ik. Oké, ja. Ik weet nog niet zo goed hoe ik dit moet doen. Hoe ga ik ooit al deze 100 muntjes pakken? Oké, dit ging best wel goed. Ik heb er net eentje gemist. Maar laten we gewoon nog een keer dit rondje maken dan. Ik heb er weer eentje gemist. Ik ga iets te laag namelijk. Ja, oké. We krijgen... Ja, ik krijg het een klein beetje onder de knie. Maar nog niet heel erg goed. Oké, top. Toppie. Nu deze pakken. Deze hangt hier nog los. Ja, nice. We hebben er al 28, jongens. 29, 30, 31, 32. Oh, en mijn kracht is weg. Maar dat maakt niet uit, want hier liggen er ook een paar die ik kan pakken. Huh? Ja, top. Ja, nice. Oké, nou ja, dan pak ik er nu maar een paar die hier op de vloer zitten. Top. Kijk, hoppa. 37, 38, 39. Dit gaat helemaal... Oh, ik wou zeggen, dit gaat helemaal goed komen. Maar ik moet natuurlijk wel voorzichtig blijven doen. Laat ik even hier een muntje pakken. Zo, hoppa. Ik wil deze kracht in andere werelden ook gebruiken, man. Dit is super vet. Hoppakee. Ik heb al meer dan de helft nu te pakken. Dus dit gaat helemaal goed komen, denk ik. Hop, top, 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 top. Goombaatje, doei, mazzel. Even uit de weg nu. 62, 63, 64, 65... Deze pakken we gewoon met salto's en spin jumps. Nog eentje hier zo. Lekker. Ja, oké, top. Die hebben we ook weer. Hier nog een spin jumpie. Dit is altijd wel wat lastiger als het allemaal op zijn kop gaat. Ja. Kom op, Mario. Deze ook even pakken nu. Ja, jongen. Pak hem gewoon even, joh. Ik zie dit niet. Dan moet ik vanaf deze kant even springen. Ja, oké, dit ging beter. Nog 29 te gaan. Maar moeten we ook hierin? Ja, kijk. Nee, daar zitten normale muntjes in. Maar maakt niet uit. We moeten ook aan deze kant zijn. Kijk, nou, hier nog een paar. Hier zitten er nog een paar. Zo, pak maar. Pak ze maar van het dak. Yes! Oh, ik ga een buis in. Dit was niet de bedoeling. Nou, maakt ook niet uit. Hier ligt blijkbaar ook nog een paars muntje. Het gaat me lukken, hoor. Ik ga deze superkracht gewoon fixen. Ah, hier zijn er 6. Kijk, dit is top. Nog 14 te gaan. Hier zijn er nog 6. Dit gaat supersnel nu opeens. Nog 8. We zijn er bijna. Hier zitten er nog een paar verstopt. Nog 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En nu die laatste nog even vinden. Misschien moeten we weer even gaan vliegen. Misschien dat we dan erachter komen waar die laatste is. Oh, daar is die. Daar is die. Ik vind het alleen heel moeilijk om deze nu te pakken. Nu ik zo raar op zijn kop hang. Oké, misschien als we nu een beetje deze kant op gaan. Dit is heel moeilijk om te zien. Oké, als dit lukt. Als dit lukt. Dat zou echt sick zijn. Oh, nice.
Gewoon zo half schuin, zo. Oké dan. Nou, dan gaan we terug naar de basis. Ja, kijk, hier is de basis. Hoppakee, rode Luma. Ik heb ze allemaal gevonden. Kijk, hier, hoppakee, een rode ster gevonden. Dit is gewoon de allereerste rode ster. En als het goed is, kunnen we deze superkracht nu dus vaker gaan gebruiken. Dit is wel even lekker, hoor. En hij telt ook gewoon mee als ster, dus we moeten er nu nog 11. En we hebben een nieuw hoofdstuk in het storybook. Nou, daar wil ik dan ook nog wel even naar luisteren, hoor, jongens. Rosalina! Er komen zoveel te weten over Rosalina en de Lumas. Dat vind ik echt superleuk. Er zit best wel een verhaal in deze Mario-game. Hoofdstuk 5. Thuis. De keuken komt hier en de bibliotheek komt hier en het meisje die was nogal druk. En de gate komt hier op deze plek. En sinds het meisje de Lumas onder haar hoede had genomen, probeert ze echt iets leuks van deze plek te maken. Het is heel veel werk, maar het is het waard om een happy home te maken. De Starbits waren niet het enige wat hier begraven lag in het ijs. Er lagen ook gereedschappen en dingen die ze in huis neer kan zetten. Dingen die ze nog nooit had gezien en het meisje gebruikte dat om een thuis te maken. Het huis was af en de Luma zei: is dit huis niet veel te groot voor ons tweeën? We hebben een bibliotheek, een slaapkamer, een keuken, een fontein, een poort en ja, we missen nog iets. En het meisje zei: wat als mijn vader, mijn broer en mijn moeder hier waren? Ja, dan inderdaad, ja. Het huis is inderdaad te groot op dit moment. Ze had een knuffelkonijn, die greep ze vast 's nachts en toen viel ze in slaap in het ruimteschip. En we hebben nog een hoofdstuk. Hoofdstuk 6, vrienden. Op een dag zat het meisje gewoon thee te drinken en opeens zag ze een oranjekleurige planeet. En vanaf die planeet kwam een andere Luma in dezelfde kleur. En het meisje vroeg aan de twee Luma's die nu samen waren van: kennen jullie elkaar? Twee Luma's zeiden niks. Ze keken alleen maar naar elkaar, tot het eentje de stilte verbrak. Mijn moeder! Het is de moeder van de ene Luma, wat vet! Twee Luma's begonnen samen te dansen en het meisje deed mee en ze stopte niet. Het meisje kon niet stoppen met lachen, want ze vond dit zo leuk. En toen gebeurde er iets raars. Wow! Er kwamen nog veel meer Luma's van die andere planeet en ze riepen allemaal: mama, 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 mijn moeder! Al die Luma's die zagen een meisje dus als hun moeder. En de meisje zei: ja, nu moet ik jullie allemaal een naam gaan geven. Ze gaf ze allemaal een naam en de Luma's mochten meekomen in het huis. Wat vet. Dus ze heeft een huis gebouwd en die is nu gevuld met allemaal Luma's. Wat een tof verhaal, jongens. En zoals je hier kan zien, moeten we nog 11 sterren. Dat betekent dat we denk ik nog ongeveer 3 of 4 afleveringen nodig hebben om Peach te redden. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je dat wil zien. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!